Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect Escape Mode. Hier op Faku Games. En jongens, gisteren hadden we natuurlijk een totaal onmogelijke gevangenis om uit te ontsnappen. En om mezelf een beetje blij te houden, heb ik mezelf vandaag opnieuw een gevangeniscadeau gedaan. Waarbij het waarschijnlijk totaal onmogelijk gaat zijn om eruit te komen. Het ziet er heel klein uit, dit gevangenisje dat gebouwd is door Ellen. Maar je kan hier, als je een beetje goed kijkt, zie je dat er weer een verdedigingsmuur van volgens mij 5 of 6 lagen van de gevangenis buitenmuur bijstaan. Dus graven gaat sowieso weer niet werken. En hij heeft er al bij gezet no escape. Dus ik denk dat het vrij hopeloos is. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Ik ben Dapper. En hopelijk willen jullie me eventjes helpen, jongens. Door alvast een like achter te laten. Laten we kijken of dat we de 1500 weer aan kunnen tikken. Voor meneer Tothill. Want die zijn we vandaag. Kijken of dat er meteen zwakke punten duidelijk worden. Voor zover er zwakke punten zijn natuurlijk, hè. Het komt best wel vaak voor dat er helemaal geen zwakke punten zijn. Zeker niet in gevangenissen waarbij er gewoon 3 of 4 muren bij staan. Dat is gewoon totaal onmogelijk. Ja, het zou kunnen. Maar dan wordt vaak ook nog eens een keertje gecontroleerd of dat ik hier... We hebben alweer 2 deuren. 3 deuren! 36 snipertorens, jongens. Doe even normaal. Kom op, zeg. Hoe kan ik hier ooit... Dit gaat toch niet lukken? Oké, via de voordeur naar buiten rennen. Not gonna luck. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Ik tel zo al een stuk of 25 sluipertorens. En dan ben ik de freaking voordeur nog niet eens uit. Het is ook altijd hetzelfde liedje. Nou, oké, dat gaat dus ook niet werken naar buiten rennen. Het enige wat ik kan hopen... Oh, dat gaat ook alweer. Daar gaat mijn hoop alweer. Het enige wat ik kan hopen is dat hij vergeten is om snipers in te huren. Vooral zijn torens. Maar ik zie er alweer 3 lopen. Dat is allemaal weer verboden gebied. Oh my god. Misschien dat hier wel gevangenen zijn in deze prison. Dat ik in deze gevangenis wel een bende op kan richten. Doe even normaal, hé. Weet je waar deze gevangenissen ook wel een beetje op lijken? Alsof deze gevangenissen gebouwd zijn zonder gevangenen erin. Met unlimited money. Voor mij zijn dit unlimited money gevangenissen. Want je kan nooit zo'n gevangenis runnen zonder daadwerkelijk ook gevangenen te hebben. En zo te zien, aangezien er maar 1 pakje met kleren ligt, ben ik de enige prisoner in deze hele toko. Dus dan kan ik weer proberen om mezelf erbuiten te schieten. Maar kijk hoeveel er zijn. Dat gaat gewoon niet werken. Brandstichten is misschien de andere optie. Gewoon lekker fikkie stoken. Gewoon hard fikkie. Misschien dat werkt. Dan zou ik niet weten waar ik dat vandaan zou moeten halen. Want zo te zien is alles ook hier weer verboden gebied. Alles. Je mag helemaal nergens komen. Jongens, doe even normaal. Als je een gevangenis ontwerpt, please. Doe even een beetje reëel. Dit is zo moeilijk. Dit kan ik toch helemaal niet. Zien jullie mij dit ook doen? Dit kan ik alleen maar uitspelen als ik hier een atoombom bovenop gooi. En zelfs dan overleeft waarschijnlijk de helft van al die mannetjes het nog. Hier, deze cel is ook echt speciaal voor mij gebouwd. Like, what the hell, jongens. Ik vind het leuk als gevangenissen in Unlimited Money gebouwd zijn, maar... Dit is wel heel overdreven. Ik zou eventueel kunnen graven, maar... Ja. Met al die mannetjes in mijn kantoortje. Met al die mannetjes in mijn celletje. Not gonna luck. Jongens, doe die deur eens open. I have honger. I have very honger. Oh, we moeten slapen. Oké, we gaan slapen. Let's go, snurkie, snurkie doen. Celdeuren gesloten. Oh, we moeten ook nog eens een keertje binnen blijven. Dus en de celdeuren zijn gesloten. En ik mag nergens inkomen. En mijn hele cel wordt gepatrouilleerd door 180.000 bewakers. Zelfs Auschwitz had minder bewakers dan dit. Doe even gezond, hé. Hoe moet ik hier ooit in mijn reputatiepunten komen? Als ik al niet eens naar buiten mag. Oké, het is tijd om te douchen. Nou, leuk. Heb ik een douche? Ja, daar. Maar er staat die vent op. Dus dat gaat niet werken. Misschien dat deze deur open kan. Haha, dat is 1 punt. Oké, geef me zelf wel weer over. De enige manier waarop ik uit deze gevangenis zou kunnen ontsnappen is als hij door een meteoriet geraakt wordt en de deur toevallig eruit vliegt. Dat is de enige kans die ik zie. Ik ga gewoon rennen, kan mij schelen. Oh. Nope. Als ik niet alleen aan mijn reputatiepunten kan komen, dan kan ik toch nooit ontsnappen. Ik snap dat het leuk is voor degene die deze cel gemaakt heeft, maar... Voor mij is het echt totaal onmogelijk om te doen. Nou, zeurpiet. Kijk zelfs om mijn torenplek heen. Oh, we hebben in ieder geval een paar reputatiepunten. It's something.
Oké, deurtje open. Dat is 2 punten. Kijk, dus dit is gewoon een sniper. Die schiet al op me, hè. En dan doe ik nog helemaal niks. Op deze manier moet ik toch langzaam maar een beetje reputatiepunten bij elkaar weten te sprokkelen. Deze deur moet open. Dat die camera snel een map geven. Die camera een map geven en mezelf overgeven voordat ze me doodschieten. Dat is de tactiek, denk ik. Een andere tactiek zit ik niet weten verzinnen, hoor. Oké, deur open. Hier dood. Gevangenis een map. En overgeven. Dan heb ik 5 punten. Dan heb ik in ieder geval voldoende om mezelf snel te maken. Nu wil ik er ook maar iets aan gaan hebben. Ik maak mezelf een zware jongen. Als ze dan taseren, dan heb ik misschien nog een kansje langer. Oh. Ik ga gewoon aan de thee. Is er ook sterke drank in huis? Waarschijnlijk niet, hè, want dit is Brendenhuis. Daar is geen sterke drank. Bij mij trouwens ook niet. Misschien er nog een fles wijn ligt. Ik drink nooit, maar ik heb echt pittig veel zin om mezelf echt... Oh. Celdeuren gesloten. Oh, ik mag niet eens in mijn eigen kantinetje komen. Wat naar. Ik drink geen alcohol, maar dit zou echt een reden zijn voor mij om gewoon pure alcoholist te worden. Om dit soort problemen te vergeten. Die hond speest hem trouwens echt alle kanten op. Wat hebben we hier? Hier is wel, op zich vrij dichtbij, een wapenkamer. Dus misschien... Als ik heel snel ben en die deuren staan toevallig allebei open. Dat ik er dan in kan komen. Maar ik heb ook zo'n donkerbruin vermoeden dat er 36 van die gasten omheen staan. Oh. Brum. Brum. Het is toch echt. Welke mafkees heeft deze gevangenis ontworpen? Ik snap dat beveiliging plaatsen leuk is, maar er is ook een overdosis. Hetzelfde als dat een hamburger van de McDonald's lekker is, maar je moet er geen 36 eten. Een bewaker op zijn tijd is leuk, maar 36 bewakers alleen maar in je cel en zelfs in... Oké, deze nog even snel. Dan krijg ik daar geen punten voor. 1 bewaker is leuk. 20 bewakers wordt irritant. Onmogelijk. En het lullige is, voordat ik een gevangenis ga spelen, kan ik ook helemaal niet zien... Oké, dat is vrije tijd. Vrije tijd betekent vrijheid. Dan kan ik ook helemaal niet zien wat voor gevangenis het is. What the hell? Oké, ik ben in de wapenkamer. Geef wapens. Geef wapens. Gewond, 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 gewond. De populatie van China heeft minder mensen dan dit. Come on. Je kan ook overdrijven hoor met je beveiliging. We gaan de keuken. Denk maar aan de keuken. Alleen misschien is David te chillen. Maar nee, nee, natuurlijk niet. Oh, ik denk dat dit weer zo'n wanhopige suicide missie gaat worden. Want hier ga ik niet uitkomen. Dat is onmogelijk. C'est ne va pas possible. Hey, ziekenboeg, mag ik hierin? Maar goed ziek van deze prison. Oh. Oh. 3 thesis tegelijk. Natuurlijk. Wat zou jullie tactiek zijn hier in deze prison? En niet aankomen met ik was hier makkelijk uit ontsnapt. Want daar geloof ik helemaal niks van. Dat je hier makkelijk uit zou ontsnappen. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik heb een stok volgens mij. Nee, ik heb niks. Oh, we zijn wel bijna buiten. Hey, rennen, 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 rennen tot heel. Rennen, rennen, rennen. Oh. Ik vind deze prison stom. Ik vind hem heel stom. Vriendelijk verzoekje. Voor alle mensen die prisons willen bouwen voor mij. Hou het even een beetje reëel met de bewakers, jongens. Kijk, 1 bewaker voor de cel die patrouilleert, prima. 2 kan ik ook nog wel mee leven. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bewakers in mijn cel alleen? Dat is overdreven. Dat is echt niet leuk meer. Dat wordt veel te moeilijk. Nou ja, misschien dat we deze aflevering toch nog de 1500 likes kunnen aantikken ofzo. Want ik denk dat Todd heel voor de rest van zijn leven in deze prison zit. Ho. Oh. Ho, oh, ho, oh, ho. Oh. Misschien als ik zo meteen sterker kan worden. Dat ik toch nog een gun te pakken krijg dat ik even die gasten doodschiet ofzo. Dat ze naar mij doodschieten. Want ik moet gewoon dood hier in deze prison.
Ik wil hier helemaal niet meer zijn. Ik wil gewoon dood. Deze prison drijft een mens tot waanzin. Deze prison drijft een mens tot zelfmoord. Er loopt een vent met een sniper. Mag ik een sniper lenen? Hij slaapt met zijn sniper. Dat hoeft normaal, man. Er is een sniper niet voor gemaakt. Ja, deur open. Deur open, deur open, deur open, deur open, deur open, deur open. Oké, dan gaan we nog gewoon naar buiten. Misschien dat werkt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. We zijn er net gekomen. We zijn net naar buiten gerend. Misschien als ik het net op tijd voor elkaar kan krijgen. Oké, de deur open, please. Oh nee, dit is natuurlijk zelf deur gesloten. Reputaties. Dodelijk. Alles hoppakee. Er is misschien een mogelijkheid. Ik ga me niks meer aantrekken van die celdeur gesloten. Ik ga gewoon. Deurtje open, jongens. Ik ga gewoon. Bekijk het even lekker. De groet aan je moeder. Dat is wat er gebeurt. We gaan gewoon naar buiten. Na 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 na. Mis. Met je taser. Met je taser in je hol. Doe de deur eens open. Voor tot heel heel erg snel. Ik heb de straat gehaald. It's something. Ik moet toch op een bepaalde manier mezelf troost geven, jongens. Deur open. Dank u. Echt schieten doen ze niet, hè? Oh, jawel, met 6 man tegelijk. Natuurlijk. Uiteraard op het moment dat ik zeg dat ze niet veel schieten, schieten ze met 6 man tegelijk. Ik wil dood. Ik wil dood. Nee, ik wil dood. Niet getaserd worden. Ik wil sterven. Ik wil sterven in een plas bloed. Oké? Ik wil op een bloederige manier aan het einde komen. Oh, mis, mis, mis. Dit is een zelfmoordprison. Een plek om mensen depressief te maken. Een soort Guantanamo Bay, maar dan anders. Oh, 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 we zijn buiten. In ieder geval buiten die gang. Gewond, gewond. Stoppel is gewond. Ik hoop niet aan zijn kont. Doe er op, hè. Klote honden, for real. Oké, ik geef mezelf wel over. Straf overslaan. Zelfmoord. Zo snel mogelijk. Dat wordt een nieuwe goal. Zo snel mogelijk dood. Ik mag niet eens vechten met die vent. Oké, straf overslaan. Ik wil dood. Kill me. Kap dan met die fucking tasers. Pak die grote gun op je rug. Die is veel cooler. Kap nou met die tasers. Oké, schieten jongens. Schiet op Tothill. Ik ben een mooi doelwit. Jullie zijn allemaal politieagenten en Tothill is zwart. Daar houden ze van in Amerika. Zwarte gevangenen overhoop schieten. Kom hier. I can do it. Zo snel mogelijk dood. Dit is niet prison architect meer. Ja, got it. Schiet dan ook door. Ik kan toch niet met 1 kogel... Ik heb 6 kogels nodig om dood te gaan. Oh. I did it! We zijn ontsnapt. Horizontaal. Tussen 6 plankjes. Maar jongens, please. Als jullie gevangenis ontwerpen, doe dit niet. Doe geen 86 gevangenenbewakers in mezelf. Want dan kan ik er nooit uitkomen. En dan wordt het natuurlijk ook niet heel veel leuker van, hè. Maar vaak ook gamers. Hopelijk willen jullie toch nog eventjes een like op deze aflevering achterlaten. Als je dat nog niet gedaan hebt, laten we kijken of we de 1500 weer aan kunnen tikken. En hopelijk zie ik jullie morgen natuurlijk ook gewoon weer terug. Bij hopelijk een iets minder beveiligde gevangenis. Tijdens Prison Architect Escape Mode. Hier op Vaku Games. Mazzel!